De residerende ambassadeur van India in Suriname, Mahinder Singh Kanjal, heeft een check ter waarde van $50.000 overhandigd aan minister Ildis Palak Bigli van Buitenlandse Zaken. De regering van de Republiek India is hiermee tegemoetgekomen aan het verzoek van de regering om steun door de zware regens in de periode april tot en met juni. Zijn namelijk en vele gebieden in het oosten en zuiden van Suriname onder water gelopen. Hierdoor kwamen vele landbouwgebieden blank te staan, waardoor de export van landbouwgewassen in gedrang kwam. Als gevolg hiervan heeft de Surinaamse regering toentertijd bevriende landen en organisaties benaderd voor assistentie. De Indiase regering heeft in eerder stadium indachtig de hechte relatie tussen beide landen een bijdrage te leveren aan de wederopbouw van de getroffen gebieden, met name het toegankelijk maken van de airstrips. Delen van India worden momenteel ook geteisterd door zware moessonregens. Minister Palak Bigli heeft daarom van de gelegenheid gebruik gemaakt namens de regering sympathie te betuigen aan het volk van India. De overhandiging van de cheque vond afgelopen vrijdag plaats.